dus dat de ontvangst in alle omstandigheden goed is. Ook in natte omstandigheden. Echter, zoals nu, wanneer we telefoonontvangst uitschakelen, gaat de foutmelding behoorlijk omhoog. Ook al staat de wifi aan. Dus we het vliegtuig weer de vliegtuigmodus uitzetten. Want die verbinding zoeken met de telefoon. Hij gaat nauwkeurigheid met sprongen omhoog. Dus er zitten voordelen aan de telefoon. Hij is een snellere positie. In veel omstandigheden zelfs een nauwkeurigere positie. Dan een GPS. Alleen in gebieden waar echt geen ontvangst is. Geen bereik is voor de telefoon. Zou ik toch een GPS meenemen.